een speciaal woord van welkom aan onze gouverneur en zijn entourage, zal ik het maar even noemen. Een gedeelte van het burgercomité, een grote delegatie van de gemeente Venlo en onze eigen raadsleden. Maar een heel hartelijk woord van welkom aan de kinderen. Wat leuk dat jullie allemaal hier zijn. Wel spijtig dat nou buiten de zon schijnt, maar wel leuk dat jullie er zijn. Hebben jullie er zin in? Ja! Dat is altijd heel fijn. Vellerlooi is het laatste dorp van de gemeente Bergen wat bevrijd werd samen met Arsen en Velde. Vandaag vieren we ook eigenlijk dan het feest dat de provincie Limburg in zijn geheel bevrijd was van de bezetter. In de gemeente Bergen herdenken we en vieren we dat samen in alle dorpen, met jong en oud. De dorpen hadden de vrijheid gekregen om eigen programma's te maken. En daar heeft elk dorp gehoor aan gegeven. In de gemeente Bergen herdenken we en vieren we de vrijheid samen met onze Duitse buren. Archief de Looi heeft een tentoonstelling ingericht over het dorp Vellerlooi. U bent allen straks van harte uitgenodigd om die te bezoeken. Maar net als in Afferde was Vellerlooi ook leeg. Iedereen was geëvacueerd en het dorp was leeg. En de vraag is net als in Afferde wat de mensen vonden toen ze terugkeerden. Ik raad u aan om te gaan kijken. En tot slot, ik zal het kort houden, ik wens u allemaal een hele fijne dag toe. En ik hoop dat jullie als de nieuwe generatie die gaat herdenken ook vandaag het idee krijgt dat onze vrijheid die wij allemaal zo normaal vinden echt iets is wat we moeten beschermen met z'n allen. Dankjewel. Namens Archief de Looi sta ik hier even en ik wil een korte toelichting geven op het boek wat wij zo dadelijk gaan presenteren. Het begon eigenlijk al in 2013. Toen het archief is opgericht, toen hebben mensen van het archief heel veel ouderen geïnterviewd, over vroeger natuurlijk, maar ook de oorlog kwam daar veelvuldig aan ter sprake. Die interviews, dat is allemaal uitgeschreven, het is ook op beeld opgenomen en dat heeft zoveel waardevolle informatie opgeleverd dat wij dachten, daar moeten we toch eens iets mee doen. In de tussentijd hebben we ook nog veel meer informatie ingewonnen over de die Tweede Wereldoorlog. En we dachten eerst, we gaan het even bundelen. We maken een klein mapje van en dan hebben we dat tenminste goed geregeld. Maar van een klein mapje werd het een heel groot boek. Van maar liefst 360 pagina's. En is daarmee het boek gesloten? Nee, echt niet. Want wij krijgen nu nog dagelijks nieuwe informatie binnen. We zijn ook heel erg blij dat we het hebben vastgelegd. Want de informatie lag overal en nergens, zeg ik altijd. Nu hebben we het gebundeld in een mooi boek. We hebben het vastgelegd voor onze generatie, maar ook voor de generaties die nog na ons gaan komen. Een heel waardevol document, denken wij. Goed, bewust vandaag het boek, maar dat is een beetje een saillant detail, hebben we gedateerd op 4 maart. Want uit recent onderzoek in Londen is gebleken dat Vellerlooi in de ochtend van 4 maart is bevrijd. Mensen die met het boek bezig zijn, die hebben ons allemaal die informatie toegespeeld. Wel leuk, maar het is geen wedstrijd. We vieren het vandaag. Vandaag is heel Limburg bevrijd, zullen we maar zeggen. Wij vieren het hier vandaag. Vellerlooi viert het aanstaande zaterdag ook nog hier in het Luxke. Zo mag ik wel even klappen. Ja. Het boek is gedateerd, dus of morgen. Ja. Dus u mag er vandaag nog niet in lezen. Het is geen groot geheim, omdat iedereen het kent.
bent of wie je bent, soms groot en soms ook klein. Jij houdt misschien van appelsap en jij van brandewijn. Maar ben je daardoor knapper of ben je daardoor beter? Als jij dat denkt, dan snap je het leven voor geen meter. Maar het neemt zeer zeker heel veel levenskracht. Misbruik maken van geweld en macht.
Ja, we moeten die eigenlijk zo gaan halen. Ja, dat is goed.